U mag hier komen. Er is. Er hebben zich veranderde omstandigheden. Hebben zich nu voltrokken. Het Openbaar Ministerie zegt. En de boodschap is. Gegeven aan de coördinerend officier, de heer Wip. Dat zij ondersteunen mijn actie. Maar dat ze hebben besloten om de petitie niet in ontvangst te nemen. En wat is de reden, meneer Oosmeren? Wat is de reden? Dat de reden is. De reden is. Zoals de boodschap mij heeft bereikt. Dat de zaak in onderzoek is. Nee. Dus. Petitie. Wet en recht voor Jan, Chan en Alleman. Edel gestrenge vrouwen, mevrouw meester Paratsin Gracia. Wij, namens het volk van de Republiek Suriname, staan vandaag hier om u met deze petitie enkel en alleen te ondersteunen in het werk dat u moet doen voor de Republiek Suriname. De president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Persat Santokhi, hebben wij vaak horen zeggen dat hij het Openbaar Ministerie bij deze, de procureur-generaal, opdracht geeft zonder dat dit ontkend wordt. Althans, tegengesproken wordt door het Openbaar Ministerie of de procureur-generaal. Evenzo hebben wij, de zoon van de president, publiekelijk horen zeggen dat zijn vader, doelende op de president, degene is die voor het Openbaar Ministerie en of de procureur-generaal bepaalt hoe zij hun werk moeten uitvoeren. Ook dit is nimmer ontkend, CQ tegengesproken, door de president en of het Openbaar Ministerie en of de procureur-generaal. De bovenstaande uitgesproken inmenging van de president en de Republiek Suriname in werkzaamheden van het Openbaar Ministerie en het meten met twee maten door het Openbaar Ministerie wekt de indruk dat onze trias politicas, de schending der machten, in gevaar is. In dit kader willen wij onze bezorgdheid uitspreken en tegelijkertijd u en het Openbaar Ministerie versterken middels deze ondersteuningsmanifestatie, zodat u uw werk naar eer en geweten kan en mag doen en eventuele beletsels in naam van de Allerhoogste gebroken kunnen worden. Wij vragen u om in zaken het gelijkheidsbeginsel alle zaken met voortvarendheid aan te pakken, in het bijzonder de Pan-American case. Onze oproep aan u is dat u voortvarend, zonder politieke inmenging, uw verantwoordelijkheid neemt en de wet en recht te doen gelden voor Jan, Chan en alle man. Amen. Jan, Chan en alle man. Oké. Jan, Chan en alle man. Jan, Chan en alle man. Ik wil even rijden, toch? Ik ga maar die leuzen. Het wordt per deurwaarders exploot gestuurd voor de procureur-generaal. Hoe zoek een deurwaarder? De petitie is niet in ontvangst genomen, omdat? Men heeft geen behoefte eraan. De zaak is in onderzoek. Ze ondersteunen de actie. Ze appreciëren de actie van meneer Oosburg. Maar ze hebben geen behoefte om de petitie in ontvangst te nemen. Dit gaan we niet zo laten. We gaan door. We gaan met een deurwaarders explosie de petitie indienen. We gaan door. Nee, vrede. Wet en recht. Nee, vrede. En alle man. Chan. In Sabi.